Als je in Dordrecht over de Laan der Verenigde Naties rijdt richting de oprit van de A16, kijk dan uit dat je na deze stoplichten niet van baan verandert. Want anders wordt het een hele dure grap. Ja, dat zijn er zeker twee van 250 euro. En voor een overtreding die ik eigenlijk helemaal niet begaan heb eigenlijk. En dat is belachelijk ervan. En u heeft het bewijs. En ik heb het bewijs. Ik heb het CJIB gebeld speciaal. Centraal incassobureau van justitie. Ja, en dan kun je de foto opvragen van je overtreding. Nou, laat het maar zien. Ja, ik vroeg eerst eigenlijk van, wat is er nou gebeurd? Want zelf is die camera kapot. Kan altijd natuurlijk, als je er twee krijgt achter elkaar. En toen hebben ze de foto's erbij gepakt. En die hebben ze nagekeken. En toen hebben ze ze opgestuurd naar mij. Om te kijken wat er aan de hand is. Er staat op dat u door rood licht bent gereden, maar op de foto's zie ik dat u juist door groen rijdt. Ja, twee keer. Alleen de volgende flits die ze maken, dan ga ik naar links en dan staat dat stoplicht op rood. Maar er zijn hun van uitgegaan van de veronderstelling dat ik ook links af kan slaan. En daarvoor heb ik die boete gehad, maar ik vind dat onterecht. En ik denk dat meer mensen zulke flitsen krijgen die ze dat niet opvragen. Ja, dan betaal je gewoon geld voor iets wat je niet gedaan hebt. En dat vind ik gewoon zonde. U bent de sjaak of hebben ze gezegd, ja, het bewijs heeft zwart op wit, we verscheuren de boel? Nee, ik ga bezwaar aantekenen, ik stuur alles op. Ook de situaties en wat dan ook, waar ik woon. En dan ga ik er wel vanuit dat ze het seponeren. Anders ga ik een hoger beroep. Want ik ga dit nooit betalen, dat is gewoon belachelijk. Ja, rare zaak. En het Openbaar Ministerie zegt dan ook, we zoeken het uit.